Welkom bij weer een nieuwe NEC-update zo vlak voor de eerste oefenwedstrijd. Zaterdag tegen DO30. Om 6 uur zal er afgetrapt worden. Het wordt warm. We waren vandaag al eventjes op de Goffert. Even kijken bij de laatste training natuurlijk. Even kijken naar die nieuwe spits, Koki. Hoe doet hij het nou eigenlijk? Ja, hij wil nog niet voor de camera komen. Wil nog even in ieder geval zijn Engels wat beter leren. Dus we hopen hem later in ieder geval wel nog een keer te gaan spreken. Maar morgen in ieder geval wel zijn kwaliteiten alvast te kunnen zien. Verder was vandaag ook het persmoment daar. De fotosessie werd er gedaan. Dat is altijd even leuk. Hè? Even gewoon kijk, iedereen moet dan op het juiste plekje zitten. En dat is altijd een gepuzzel. Fotografen die dan eventjes wat foto's kunnen maken. En als je goed kijkt, lijkt het wel of er meer stafleden dan spelers op de foto staat. Natuurlijk, de selectie is nog niet compleet. Later zal er nog een andere foto worden gemaakt. Is Stafsander er dan? Nee, die was er vandaag niet bij. Heeft nog vakantie, sluit volgende week pas aan. Als hij niet weggaat. Ik had het al eerder verteld. Het zal me niks verbazen als hij überhaupt niet meer terug zal keren. En al verkocht is. Want er is interesse genoeg in Tafsan. Ja, en dan vandaag de fotosessie. Het thuistenu hadden we al gezien. Ook het uittenu. Ja, wat vinden we er dan van? Hè? Dat wordt dan altijd weer gevraagd. Ook aan mij. Wat vind je dan van het nieuwe uitshirt? Er zijn mooiere geweest. Laat ik het daar in ieder geval op houden. Maar over smaak valt niet te twisten. Ja, en dan hebben we ook nog eventjes met een speler gesproken. Mees Hoedemakers, ja, nieuw bij NEC. Hoe is het eigenlijk met hem en hoe bevalt het hier in Nijmegen? Ja, ook goed. Ik heb een leuke klik met de jongens. Ik heb trainen hard. Niveau is goed en lekker veldje. En de staf is ook lekker scherp. Dus ik heb het naar mijn zin en er wordt goed gewerkt, kan ik je vertellen. Ja, vanwaar de keuze voor NEC? Ja, uiteindelijk gewoon het gevoel en het plaatje wat gewoon klopte. Financieel, de staf, het plan, de spelers ook in het team zelf. De stad is ook leuk. En uiteindelijk ook omdat ik natuurlijk net een klein heb gekregen, wilde ik ook gewoon graag zekerheid voor mijn gezin, zeg maar, ook voor mezelf. Dus uiteindelijk klopte het gewoon eigenlijk aan alle kanten. En heb ik gewoon een keuze gemaakt en voelde het gewoon heel goed. Ja, je zegt het plan, dat bevalt me wel, hè, wat ik hier hoort. Hoe zie je dat dan voor jou? Ja, gewoon mijn best doen, mijn spel proberen hier in een team toe te kunnen voegen. Moeilijk maken voor de trainer om middenveld een plekje te kunnen veroveren. En vooral ook veel te leren van de jongens en veel plezier te maken met z'n allen. Ja, want de concurrentie is best wel groot, hè, op middenveld daar. Ja, zeker, zeker. Het zijn allemaal goede spelers, dat is mooi. Dat hoort ook denk ik bij een club die in Eredivisie hoge ogen wil gooien. Waar zeg je van, hey, dat zijn nou dingen waar ik me echt nog moet ontwikkelen hier? Vooral denk ik proberen zoveel mogelijk fysiek nog te kunnen ontwikkelen. En nog meer inhoud proberen te creëren om in de wedstrijd 90 minuten lang echt vol te kunnen gaan. Ik denk tactisch nog wat kunnen verbeteren als team zijn. Hoe je nou echt druk kan zetten, bepaalde momenten kiezen. En ook gewoon proberen wat meer nog aanvallend wat te kunnen laten zien. Wat was een beetje lastig vanuit mijn positie bij Cambuur. Maar ik denk dat ik nu wel wat meer kan vanuit twee controleurs. Dat meer mogelijk in is. Ik denk dat dat goed kan. Dus ik denk dat dat voor mij ook een mooie ontwikkeling is. Om hier daarin wat meer te kunnen laten zien. Ja, en dan was er nog een ander moment gisteren. Een huldiging van een bijzonder iemand. Iemand wie de titel erelid kreeg. En dat krijg je niet zomaar. Leen Looyen werd gisteren gehuldigd en kreeg de titel dus erelid te zijn. Kijk hier nog eventjes de beelden. Wilco van Schaik die een toespraak hield. Nou, daar werd nog in ieder geval wat op gedronken. Zaterdag zal er dan afgetrapt worden voor de eerste oefenwedstrijd om 6 uur in Druten. Tegenstander is dan Dio, dan kunnen we spelers in actie zien. En wij zullen daar natuurlijk verslag van maken en dat zie je dan weer in de volgende update. In de tussentijd blijf je natuurlijk altijd op de hoogte van het laatste nieuws via mijn Twitter of Instagram. Hè. Daar post ik ook leuke filmpjes, wie je niet in de update ziet, wat extra content daar dus. En verder zijn we er dus heel snel weer met een nieuwe update en dan kijken we terug op die eerste oefenwedstrijd. Graag tot dan!